Angela de Jong haalt uit naar Bridget Maasland. Afgelopen zaterdag was Rachel Hazes de gast bij RTL Boulevard. Daar werd zij geïnterviewd over haar gestrande relatie met Mike. Maar natuurlijk kon ook het roerige liefdesleven van haar zoon André niet onbesproken blijven. Het vraaggesprek kreeg echter een nogal ongemakkelijke lading omdat de seksgeliefde Bridget Maasland die avond achter de desk stond van Boulevard. Televisiecolumniste Angela de Jong zag het interview met leden ogen aan en vergeleek het item zelfs met een sketch uit de tv-kantine. Acho, de showbizwereld wordt een steeds grotere parodie van zichzelf en RTL Boulevard was daar zaterdagavond het schoolvoorbeeld van, schrijft Angela de Jong in haar column, Premium. De tv-kantine kan wel inpakken. De showbizwereld wordt een steeds grotere parodie van zichzelf en RTL Boulevard was daar zaterdagavond het schoolvoorbeeld van, schrijft Angela de Jong in het AD. De columniste kan dan ook weinig begrip opbrengen voor het interview. Je zou toch denken dat zij van Maasland juist blij is dat het sinds de corona-afleiding eindelijk over andere dingen gaat dan het slipje op haar enkels, een verwijzing naar Bridget's vermeende wangedrag op het huwelijksfeest van Patty Braart. En daarmee komt Angela nog maar net op stoom, het enige dat nog ontbrak in deze scène uit de tv-kantine was een zonnebank in de ene hoek en een vrieskist in de andere. De complete column van Angela de Jong is terug te lezen via de website van het AD.